27 april 2007. Dat is de dag dat onze stichter Karel Dille overleed. En sinds ik voorzitter ben, heb ik er een erezaak van gemaakt om altijd op deze datum bloemen gaan neer te leggen bij zijn graf. En ik doe dat niet omdat ik mij graag wentel in de nostalgie van het verleden. Nee, ik koester dat verleden omdat we lessen kunnen leren uit dat verleden voor een betere Vlaamse toekomst. En ja, ook onze partij staat soms voor keuzes en dat we links of rechts af moeten. En dan denk ik altijd aan de wijze woorden van Karel Dille, waarin hij zei: dwingt het lot u ooit te kiezen tussen pitbull of schoothondje, wees dan de pitbull. En daar is het Vlaams Belang al sinds dag 1 de pitbull in de Vlaamse politiek, de schrik voor het establishment. Het is vandaag de sterfdag van papa en Tom heeft sinds het begin van zijn voorzitterschap er een mooie traditie van gemaakt om ieder jaar een bloemstuk te komen neerleggen op zijn graf. Wij als familie, wij waarderen dit bijzonder.